Jullie kijken deze nieuwe vlog. Het is vandaag voor mij woensdag en jongens, de temperaturen zijn niet leuk meer buiten. De afgelopen week is het heel warm geweest. Het is nu ook weer zo warm. Hoe was het, is het eigenlijk vandaag? Ik weet niet eens wat voor datum het vandaag is. 12 augustus en het is 8:15. 12 augustus alweer, jongens. De tijd gaat hard. De datum gaat hard. Alles gaat hard. Ja, het is dus de afgelopen dagen super warm. Maar echt gewoon niet meer uit te houden. Ik heb hier een ventilator gewoon voor mijn neus staan, omdat het anders te warm is. Mocht je denken, wat zie je er zo opgeroefd uit rond deze tijd? Ja, dat klopt. Ik heb net eventjes wat foto's gemaakt voor een nieuwe banner. En voor een nieuwe profielfoto voor YouTube. Verder heb ik vandaag een koffietafeltje gemaakt. Super, super cute. Kan je in de vlog van afgelopen week zien. Ik ga daar zo ook even lekker een kopje thee van nemen, want ik heb wel even dorst. En ik heb van die chill slaap gekocht, dus ik ga proberen, kijken of het lekker is. Maar wat ik nu ga doen is even mijn make-up eraf halen, want zweet jongens. Echt niet lekker. En ik ga mijn telefoon even opladen, want die is ook bijna leeg. Ik heb trouwens zo'n telefoonhoesje met zo'n koord. Die komt bij de Action vandaan. Ik heb er 2 gehaald, want ik denk dat dit ook super handig voor als ze naar Brussel gaan. Dus dat is top. Maar ja, of het allemaal nog doorgaat, dat weten we nog steeds niet. En we hopen dat het gewoon nog veilig blijft daar. En dat we alleen maar mondkapjes en dingen hoeven te dragen. Zo niet, dan ja, gaan we natuurlijk niet als het code oranje wordt. Want ja, we gaan geen risico's nemen. Dus het is even afwachten hoe en wat. Maar in ieder geval, tot nu toe gaan we nog niet naar Brussel. Het is nog lang niet zover. Ik heb eerst nog een paar dagen te werken, waaronder morgen. Ik moet morgen werken. En vrijdag en zaterdag ook. Dus dat gaan we natuurlijk gewoon lekker eerst doen. Maar ik dacht, ik ga gewoon even lekker vloggen voor jullie de komende paar dagen even meenemen. Gewoon leuk zelf. Weer even met de camera. Even iets meer kwaliteit dan met de telefoon. Maar ja, ik ga eventjes mijn make-up eraf halen. En daar gebruik ik tegenwoordig deze Betty Aloe Vera face wash voor van de Action. Dus dat ga ik even doen. Ingestopt en wel. En die afspoelen maar. Nu is mijn gezicht natuurlijk hartstikke droog. Dus ik ga even voor een 24-hour crème. Ook van de Action. Niks is gesponsord of iets voor jongens, maar ik wil gewoon heel graag dit testen. Want naar mijn idee werkt dit wel redelijk. Even mijn hand afdoen. Skincare is gedaan en de waterkoker staat even op mijn bureau, want ik heb hier als enige plek stroom. Daar heb ik geen stroom. Dus hij staat daar meer voor de sier, maar hier staat hij ja, om daadwerkelijk te koken. Ik heb vandaag echt super leuke dingen gehad. Ik heb zo'n leuk mokje gehaald. Ik heb onder andere de thee gehaald. Ik heb dit theeschoteltje met hoe was je dag erop. Super schattig. Dus dat heb ik gehaald. Ik heb van die kleine lepeltjes gehaald. Ik heb een koffieschepje gehaald. Ik heb deze koffie gehaald en deze koffiepot gehaald. Ik ben echt helemaal happy jongens. Helemaal leuk. Oh ja, en ik heb dit gehaald. Koffiefiltertjes. En ik heb deze gehaald. Alleen ik vind het hier al zo lekker staan. Maar dit is dus een koffiefilter bakje dingetje. Hier dus koffie in. Zet je hem erop. Giet je er het water overheen. Laat je hem aflekken. En dan heb je koffie. Dus ik ga morgenochtend lekker hier gewoon koffie zetten. Ik laat de waterkoker daar ook gewoon staan. Anders moet ik hem morgenochtend weer daar neerzetten. Dat heeft ook wel zin. En dan is het morgen op de kwestie van waterkoker aan. Koffie. Schep je koffie in het zakje. Dingen op mijn mok. Past die trouwens op mijn mok, denk ik in één keer. Oh ja, past precies. Kijk. En dan loopt er zo de koffie in.
Dus ik ben benieuwd. Ik ga het morgen meemaken. Ik ga morgen in de toiletten koffie zetten. En in ieder geval sowieso op tijd op. Want ik moet morgen dus om 7 uur er zijn. Maar de bus die ik eigenlijk zou pakken, die staat rood aangegeven. Dus ik denk dat ik een bus later moet pakken, dat die gewoon niet gaat. Dus ik ga morgen sowieso wel op tijd erheen. En dan wacht ik daar maar gewoon als er niks komt. En dan pak ik de volgende bus maar. Maar ik ga in ieder geval even lekker een kopje thee drinken. Oké, ik dacht, als ik toch een theetje elke keer ga drinken en ik vlog, dan ga ik gewoon elke keer de vraag beantwoorden die op de kaartjes van de thee staan. Het zijn gewoon pikwik thees. Dus ik krijg een leuke vraag. En daar staat op: wat is jouw favoriete dag van de week? Mijn favoriete dag van de week is, ik denk woensdag. Want woensdag, dan is de week al op gang. En dan is de week ook nog niet voorbij. En heel veel mensen vinden, ja, vrijdag, want dan is het weekend. Maar in mijn idee, ik werk in de zorg. En in de zorg is het weekend, maar moet je ook gewoon werken. Dus ik denk dat het voor mij de woensdag is. Dus de werkweek is dan al op gang. En ik vind de woensdag vaak gewoon een hele leuke, chille dag. Als het mee zit, als het weer lekker is. Eigenlijk alle dagen wel. Ik heb niet echt een idee. Heel veel mensen hebben een hekel aan maandag. Heb ik helemaal niet. Maar ik denk dat ik de woensdag wel een leuke dag vind. Goedemorgen, man. Wat ben ik straks doen? Het is heel vroeg. Maar echt heel vroeg. Ik ben inmiddels wakker aangesteld. Het is 4:05. Het is echt nog wel heel vroeg. Ik heb deze broek aan en dit topje. Ik twijfel alleen of ik een topje aanhaal of dat ik een t-shirt aan doe. Want eigenlijk mag je niet met van die zonder mouw dingen op het werk. Maar het is zo warm dat ik het denk, dat die denk ik gewoon aanhoud. Ik weet het anders ook niet. Ik vind het veel te warm. Maar goed, ik heb koffie gezet in een koffiepotje. Ik moet alleen nog even water schenken. Dus dat ga ik nu doen. Check, jongens. Het is alleen volgens mij niet zo heel erg donker. Ik hoor dat maakt er niet zo heel erg uit. Ik vind het wel leuk dat het werkt. Super. Er zullen nog heel veel make-up op doen. En ik denk wat ik zeg, ik denk dat ik dit gewoon aanhoud. Aan de ene kant wil ik ook wel een t-shirt aan doen. Maar het is zo warm allemaal. En daar zit ik dan niet zo heel erg op te wachten. Dus ik denk dat ik deze gewoon lekker aanhoud vandaag. Het is wat mij betreft echt gewoon veel te warm. Dus ik vind het helemaal best. We gaan het allemaal meemaken. In ieder geval ga ik zo meteen lekker werken. Maar eerst ga ik even koffie drinken. De hele mikmak. Ik kan ook een t-shirtje aandoen. Dat is gewoon een wit shirtje. Ik weet niet. Ik weet niet of ik hier gezeik mee ga krijgen als ik dit doe. Moeilijk, even kijken nog. Goed jongens, daar gaan we. We hadden net eventjes een klein paniekmomentje. Want er liep dus, ik pakte een plastic tasje om eten en drinken even in te doen. Dat mijn tas net te klein was, maar toen dacht ik, ja, weet je, pop het er wel in. En toen liep er zo'n spin uit dat plastic tasje de bank op. Nou ja, blinde paniek natuurlijk, mijn moeder rechtop, ik rechtop. Als het goed is hebben we hem doodgemaakt met de vliegenmapper. Maar, alles dat kribbelt ook gewoon gelijk dan. Bah. Maar als het goed is hebben we hem doodgemaakt met een vliegenmapper. En anders dan weet ik het ook niet meer. Nee, mijn moeder die durft nu niet op de bank te zitten. Want
dat ze ervan overtuigd is dat we hem niet geraakt hebben. Maar goed, volgens mij wel. Het is vroeg, jongens. Het is echt vroeg. Maar goed, maakt niet uit. Het is op dat leven. 6:15. Het is 6:15, precies. Dus dat betekent dat ik een klein beetje door moet lopen. Want over 9 minuten moet ik in de metro zitten. Anders mis ik weer mijn bus. Dus nee, ik dacht eerst ik ga even alles in een plastic tasje doen en eten en drinken. Maar ik doe zo meteen toch alles daar in de koelkast. Dus het is alleen even voor het meenemen. Ik denk, nou ja, weet je, dan past het gewoon precies. Ik vind het helemaal prima. Ik heb worteltjes bij. Hummus bij. En 2 blikjes drinken. Dus ja, anders... ik vind het best, weet je wel. Ik wil ook gewoon wel even... Aangezien ik in het warme gedeelte van de dag zo meteen naar huis moet. En ik wil even wat te drinken mee terug hebben. Dus vandaar dat ik 2 blikjes heb meegenomen in plaats van 1. Normaal neem ik er 1 mee. Maar vandaag even niet. Dus ja, we gaan op naar het werk. Ik heb er wel zin in hoor. Weer even lekker een ochtendje werken. Wat dat betreft is het nu echt een heerlijke temperatuur buiten, dus ik ben helemaal happy. Dat het niet al heel warm is ofzo. Ik ben weer bijna bij de metro, dat zit hier achter. Dus dat stop. Maar ja jongens. We gaan wel weer aan de bak met mijn nieuwe kapsel. Ik vind het nog steeds zo'n humor. Maar goed. We gaan lekker naar het werk toe. Ik heb me wel ontbeten. En ik heb mijn energie en proteïne shake op. Koffie op. Dus helemaal toppie. Ik heb worteltjes bij. Dat ik nog wel iets te eten heb. En daarna eet ik gewoon thuis. Dus ja, ik ga even een podcast aanzetten. Want ik heb mijn oortje en er staat nog niks op. En dan ga ik naar het werk. Ik ben bij de metro. Nu op naar de bus. Dus met de zon langzaam opkomend hier achter mij, het is op het plaatje zo, loop ik nu naar Brielle toe. Ik heb overal tegenlicht. Tenminste, ik ben al in Brielle. Maar ik loop nu naar het gasthuis toe om te gaan werken. Mijn bus was dus inderdaad uitgevallen. Dus ik ben iets later. Het is nu 7:57, dus ik ben misschien iets over 7 daar. Nou loop ik best wel snel, dus ik ben er denk ik wel zo. Ik heb iedereen en niemand reageert. Iedereen ligt nog gewoon lekker te slapen en te doen. Maar ja, ook wel logisch. Het is daarentegen gewoon door de weekse dag. En als er mensen vrij zijn, dan snap ik dat ze die gewoon lekker vrij willen blijven. Dus ja, in ieder geval ben ik nu op naar het werk met de zons. Opgang aan die kant. Ik moet eigenlijk zo vloggen, want anders heb ik echt vies tegenlicht. Maar goed, we gaan. Oh, jongens, ik ben thuis. Het is inmiddels 4:00 geweest. Ik heb al avond gegeten. Namelijk een pizza op. Ik had geen zin om te koken of iets anders te eten. Ik dacht gewoon even makkelijk. Dus ik heb pizza gehaald en gegeten. Ik heb nu even een radler 0.0. Want het is super jammer. Het is super warm. Ja, ik kan er eigenlijk niet meer anders van maken. Ik durf mijn
blikje niet te laten staan, want dan valt hij om. Ik wou ook de tijd laten zien, maar dat... Geloof me op mijn woord, jongens, het is net 4 uur geweest. Ik heb heel veel last van mijn teen. Ik loop ook een beetje mank, dus dat is wel weer jammer. Ik ga echt trouwens gelijk even mijn slippers uit doen. Hoppatee. Ik heb een chill jurkje aangedaan. Super relaxed. En ik ga even YouTube kijken, want het is warm. En dat is niet fijn. Oké, jongens, het is wel donker hier, maar het is inmiddels bijna 9 uur. Pardon. Het is bijna 9 uur. Ik ga even gauw douchen, want ik heb het super heet en ik zweet ook echt helemaal, het is echt vies. Maar ja, ik ga even douchen. Maar met douche bedoel ik echt ijs. Koude douche. En ik heb nog steeds mijn teen geblesseerd. Ik kan er dus nog steeds niet op staan. Oké, goed. Ik ben klaar. En het leuke nu is dat ik heb me dus ingesmeerd. Ik ga niet filmen, want ik heb verder niks meer aan. Maar ik heb me dus ingesmeerd met een self-tanning lotion. Maar het leuke ervan is dat het nu dus moet intrekken voor ik kan gaan liggen. Want anders heb ik of morgen op een strepen, of het zit overal. Maar goed, ik ga het even gewoon laten intrekken en dan schiet ik lekker mijn bed in en ga ik lekker slapen. Dus, slaap lekker. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. Ik moet de hele dag werken, ik ben aangekleed. Ik wou eigenlijk een rok aan doen vandaag, dat heb ik maar toch even niet gedaan. En ik ben gegaan voor een halve broek en een zwart topje. Ik heb een t-shirtje bij me voor het geval dat ik dit niet aan mag. Maar ik gok dat ik dit wel aan mag, want het is veel te warm. Ik ga naar mijn werk toe, ik neem de tas vandaag mee. Ik zit gewoon mijn spulletje in en ik doe een klein linnen tasje. Doe ik me even drinken, want dat zei ik daar toch in de koelkast. Het is super warm en ik ga naar mijn werk. Dus, let's go. Het is inmiddels 8 minuten. Ik moet de achtergrond veranderen. Maar het is 8 minuten over 6. Dus dat is een toptijd. Ik ga nu naar beneden. Even koffie drinken, spulletjes pakken. En dan ga ik naar mijn werk. En ik wil jullie niet meenemen, want mijn tas zit helemaal vol. Mijn tas zit vol. Dus ik kijk jullie hier. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdag. Het is 6 over 6. Ik ben net 10 minuten wakker en aangekleed. Ik doe even een t-shirtje over aan, want ik denk niet dat ik zo lang ben. Dus ik ga er even een t-shirt overheen gooien, maar wat weet ik nog niet eigenlijk. Jongens, ik ben echt moe. Echt heel erg moe. Ik ben wel even hier, jongen. Oh man, oh man. Ik vind het heel best. Ik heb vandaag een zwarte rok aan. En een t-shirtje. Die ik zo meteen waarschijnlijk gewoon lekker uitgeroen. Maar ik denk dat ik hem sowieso niet eens aan ga doen. Het is gewoon te warm. Dus ik vind het helemaal best een beetje toe uit. En ik doe hem ook gewoon lekker niet aan. Ik heb dus het grijze topje aan en deze rok. Ik vind het helemaal best. Ik heb het gewoon in mijn zak. Ik ga even naar beneden koffie drinken, even medicijnen nemen.
en wakker blijven, want ik ben echt helemaal kapot. Ik ga vanmiddag ook echt even liggen, want ik trek dit zo niet meer. Ik ben echt moe, ik slaap 's nachts amper meer. Het is echt tijd voor even wat rust, dus vanmiddag wordt echt een rustige middag. Maar goed, ik ga naar mijn werk. Ik stop jullie hierin, want ik heb toch maar een halve ochtend, dus toch. What's up jongens, ik ben inmiddels weer thuis en het is warm, het is echt heel warm. Ik heb lekker gewerkt vandaag, er is alleen heel veel gebeurd gisteravond. Waardoor wij vanmorgen alle rottigheid hadden, maar het is goed gekomen. Dus ik zit echt te kijken van, ik heb Tuska aan de lijn. Oh, je zag niks, het was tegenlicht. Doe nog een keer. Oh. Dus nee, ik ben het heel veel gewoon CNA geweest, want ik had dat jurkje eerder zien hangen. Toen dacht ik echt, ik wil hem gewoon hebben eigenlijk. Dus ik heb hem toch gehaald, dit jurkje heb ik bij CNA gehaald. Ik vind het super leuk, super schattig. Die doe ik morgen aan, want morgen ben ik vrij en morgen gaan we naar vrienden in Veldhoven. Verder heb ik net even boodschapjes gehad. Ik heb namelijk eventjes worstjes gehaald, want ik ga zo meteen worstjes en bladerdeeg maken om morgen mee te nemen. En verder hou ik nu even mijn gemak, want ik ben best wel moe na een aantal dagen heel veel, heel hard werken. Dus het is wel allemaal goed gegaan, maar ik heb wel even vrij aan, ben even toe aan een vrije middag en een vrije dag morgen.